zeker. Het is alweer dag 11 van 2017. File viel reuze mee vandaag, 407 kilometer. En vandaag is natuurlijk de dag van Trumpgate. Jullie hebben het er net uitgebreid over gehad. En het internet die doet dat natuurlijk vandaag ook. En de presidentiële plasparty die levert ook mooie tweets op. Ik ga het toch nog één keer zeggen, voor de duidelijkheid. Golden shower, dat is Engels voor plasseks. En er is nu al merchandise verkrijgbaar. Zo is er al een heuse Trump golden shower douchegordijn in de maak. Biedt twitteraar Fantasievriend zijn eigen golden shower aan. En is het ook nu voor de gewone man mogelijk om Donald Trump lekker even in de bek te pissen. Kunt u met iets wat je wil. Roken. Ja, dat is natuurlijk heel schadelijk voor je. Dat is verder geen verrassing. Dat kost ons land jaarlijks 20.000 levens. En in de strijd tegen de peuken is er nu een 2 minuten durende film gemaakt. En vanaf morgen draait die als voorfilm in de bioscopen. Ik mag alvast een stukje aan je laten zien. En de setting is als volgt. Een bedrijf in de tabaksindustrie die heeft een borrel. En alle medewerkers die zeggen gewoon een keertje hardop de waarheid. Ik ben ongelukkig met mijn werk. Net als de meesten hier trouwens. Maar dat feit proberen we ontzettend te negeren. Dat we maar niet hoeven te bedenken dat de helft van onze klanten sterft aan de gevolgen van ons product. 20.000 doden per jaar, ja, in ons land alleen. Elke dag raken 100 nieuwe kinderen verslaafd en daar zijn wij afhankelijk van. Ja, veel van die kinderen die eindigen, net zoals bijvoorbeeld mijn eigen zus, die permanent een zuurstoffles nodig heeft. Mooi. Mooi toch? Goed. Wij verheugen ons op de komst van nieuwe rokers. Nieuwe verslaafden. Nieuwe verslaafden. Ja, dat is echt bewustwording door humor. Heel knap gedaan. Iets anders. Als je op een Excel-sheet zit, heb je je misschien wel eens afgevraagd wat er gebeurt. Als je op een pijltje naar beneden drukt en dan zo maar doorgaat. En dan kom je uiteindelijk nooit bij de onderste cel. Ik heb daar nog nooit over nagedacht. Jij misschien ook niet. Maar de Amerikaanse Hunter Hobbs, die wel. Dus hij pakte wat eten. Hij ging zitten op een bureaustoel. Drukte op een pijltje naar beneden. Kan met z'n verduren. Nou, dit gaat inderdaad dus wel een redelijk tijdje door. Als je benieuwd bent hoe lang Hunter erover heeft gedaan. Hey guys, so I just finished and got to the very bottom of Excel. All 1,048,576 rows. It only took me about 9 hours and 36 minutes. I'm tired, I'm hungry, my hands really hurt, which is pretty sad, but I did it. I don't recommend it at all. Ja, het kost even wat tijd, maar dan heb je ook wat. En datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor deze indrukwekkende truc. Die is uitgehaald in een snookerhal in Bristol. Men neemt tientallen biljartballen, een handjevol keus, genoeg poeltafels en een perfect uitgekiende route. Dat is knap, hè? Nou, dat gaat dus een paar minuten zo door. Ik zet het hele filmpje wel even op mijn Twitter. En dat gaat dus de hele biljartzaal door. Op een bepaalde manier is het rustgevend. Wat je ook kunt zeggen van dit filmpje. Het zijn dronebeelden van een weg in aanbouw in Australië. En aanvankelijk zijn ze gewoon op Facebook gezet om het dorp te informeren hoe goed er wordt gebouwd. Maar inmiddels zit dit filmpje op 15 miljoen views. En toegegeven... Als je er dus een relaxed muziekje onder zet, is het op een bepaalde manier inderdaad rustgevend. En blijft het boeiend. Het is nog knap ook.